Zo deden de Grieken het ook. Ze namen hier aan het uitspoken met z'n tweeën. Er is voor de rest helemaal niemand, voordat jullie het niet geloven. Maar we zijn hier een Griekse toga aan het maken, is dat zo? Nou, het heet niet echt een toga, denk ik. Maar eigenlijk niet zeker. Nou, ik heb er een plaatje voor me. Het heeft wel een naam, ja. Het heeft wel zoiets, hè? Nou, ja. Ik heb hier een plaatjesboek voor me. En dat is een van deze plaatjes gaan wij maken. Dat is niet zo goed te zien, moet ik zeggen. Nou, misschien in de grote bioscoop kun je het misschien wel goed zien. Al dit ooit in de bioscoop gaat draaien, althans. Maar kijk, hier zie je allemaal militaire uniformen. En de bedoeling is om voor het standbeeld, de statue, uniform na te maken. Ze naakt op de statue komen, maar gewoon in uniform. Als de hardloper die van Marathon naar Athene heeft gelopen, om toen daar naar Athene te vertellen dat de Grieken de Perzen hadden verslagen. Even gaan aanpassen. Oh, zo. Oh, dat is wel leuk. Jongens, even kijken. Ga ik even de camera neerzetten, want anders kunnen jullie dat niet zien natuurlijk. Kijk, dat is leuk. Dan gaan we. Kijk, als je daar blijft staan, ja, dan kan iedereen het gewoon goed zien. Ik kan er zo in. Ja. Kijk eens, joh. Kijk. Ik ga even ringen omheen. Van een talent, joh. Ik ga even kijken hoeveel die afgeknipt is. Ja. En waar is hij? Oh ja. Dat is de ring. Nou, het ziet er gelijk heel authentiek Grieks uit. Ja, hè? Met een pijl en een schild. Kijk, zo ga ik uitlopen. Dan wachten we even niet mee. Kijk, zo ga ik uitlopen. Ja, we moeten even kijken hoeveel er afgetrokken worden. Ja. Moet misschien wel wat lager zitten. Wat lager, ja. Jeemers zeg. Je bent wel erg getalenteerd, hoor. Ik ben een beetje van korte metten. Heerlijk man, dat je dat bij jullie in het theater, zeg maar niet zes keer weer verkeerd in de oude, maar in het theater. Ja, zo iemand. Ja. Die zo snel. Kijk eens joh, wat een heerlijk van verschil. Ik ben spiegel hebben, hoor. Dat is goed. Zo, ziet er niet zo fantastisch uit. Even die sandalen erbij. En de benen. Wagens. Linten. Oh ja, linten wagens. Zo, nou, ik kan weer naar huis, wil jij? Even snel klaar. Kom ik graag, ik heb een heel ander voorstel. Ik denk dat het gaat lang duren. Nou, wat je eerst had bedacht was wel van ingewikkeld, hè? Ja, wel schild boven. Het plooirokje en het schild. Oh ja, dat plooirokje, ja, maar dat is zo goed voor mij. Ja, ik hoor het al vanzelf ook een beetje. Dit is ook meer wat ik me had voorgesteld bij de marathon lopen. Ja. Zo leuk joh. Laat me zitten. Ja, zou het te bloot zijn bij de hals misschien? Ja, precies, dat doe ik. Misschien iets smaller. Ja, precies. Het gaat toch ook te groot. Ja. Dan wil ik even mijn huid zien. Nou, doe je toch even uit. Ik kijk wel even niet. Ik neem het misschien op draai. Ja, dat is echt gek man. Gek. Oh, gek. Gaat het nou goed met dit? Zo, heerlijk man, wat een lekker pakje. Zo, echt. Hele ja. Goede zomerjurk ook. Ja, het is heerlijk joh. Lekker lichtluchtig. Zo, dat is echt fijn man. Lekker joh, dit. Ja. Goh, die kan ik wel meteen maar even oplopen. Zo, lekker dan, ook geen. Ja. Dat is echt lekker. Ja, ik weet niet wat je nog moet doen, maar wat doe je dan nog precies hier al? Ja, ik denk, jij. Het mooi een beetje nonchalant open. Ja. Ja, toch? Het wordt er wel, want eigenlijk deden zij het met de speld vast, hè? Bij de ja, inderdaad joh. Ja, ze hebben ook geen vorm meer gemaakt. Het is nee, gewoon nee, een vuilniszak opengeknipt. Oh, wat het is. Ja, je kan het leuk. Die riem is denk ik ook goed, ja. Toch? Dit vind ik helemaal goed.